Nou, we staan nu in de kerk en gastvrije gemeente word je eerst door naar buiten te gaan. Want de gastvrije gemeente word je, dan gaat het binnenste buiten, gaat de kerk binnenste buiten. Dus dan beweeg je hier vanuit naar buiten, ga je de straat op. Daar zijn altijd mensen die je tegen kunt komen, die spreek je aan, die groet je en ontmoet je. En dan nodig je ze uit om hier binnen te komen. Op dat ogenblik wonen van de bewoners hier, 46% daarvan zijn mensen uit andere culturen. En je ontmoet ze hier, je kunt ze groeten, met ze kennis maken. Dat is een zegen. Het is een wijk met veel sociale huurwoningen. Gelukkig nog betaalbare huren met huurtoeslag erbij. Maar dat betekent dat je ook marginale gezinnen, mensen die het moeilijk hebben om rond te komen, veel ziet in de wijk. Dat is wel heel belangrijk als je mensen tegenkomt. En ze komen in de dienst dat je ze direct een Bijbel mee kunt geven. Dan zeggen, dit is het mooiste cadeau wat we hebben. Dit is nou een Spaans Nieuwe Testament, Nuevo Testament en Español. Gemeente die wil delen het evangelie, de kostbare schat die we gekregen hebben, de liefde, die gemeente kan veel betekenen. Die leert gastvrij worden, die geeft aandacht als gasten, niet omdat dat nou interessant is, maar omdat het wezenlijk is. En die neemt die gasten op en die merkt dat je daardoor ook veel terugkrijgt. Want als je ziet wat iemand krijgt als hij de Here leert kennen en deel van een christelijke gemeente wordt, een gemeente met alle lek en gebrek, toch een zegen wordt in het mensenleven.